Als je nou duurzame vrezen wil, dan moet je vragen naar vrezen van Tesselaar. Pip Tesselaar, freesia-kweker in Heergewaard, zet grote stappen om zijn bloemen nog milieuvriendelijker te maken. Naast zijn kassen verrijzen honderden vierkante meter zonnepanelen, maar niet de gebruikelijke. De meeste zonnepanelen die iedereen heeft, PV-panelen noemen we die, dat geven elektra. En deze panelen die geven warm water om de kast te verwarmen. Ons gasverbruik gaat zeker halveren. Want we gaan alleen nog gas verbruiken om te stomen dan, voor de grondontsmetting. En voor de verwarming niet meer, dus dat scheelt heel veel. Het project is uniek te noemen. Nergens in Nederland wordt op deze schaal met water en zonnekracht gewerkt. Dit is het grootste zonthermische project van Nederland. En hier, dit is bijna net zo groot als twee voetbalvelden. En dan passen wij hier ook nog het drainback systeem toe. Waar het water dus allemaal uit de panelen loopt, waar we geen chemische middelen in toepassen. Andere systemen werken hier vaak met antivries. En dat is zeker milieuvervuilend als dat lekkage optreedt. En in ons systeem is dat gewoon niet erg. Het is gewoon water. Het warme water uit de panelen wordt tijdelijk opgeslagen in tanks voor gebruik 's nachts of in de winter. Zodat de freesia's er ook dan warmpjes bij zitten. Ja, hier gaat het uiteindelijk om. Want ja, het is allemaal leuk en aardig met zonnepanelen en ledverlichting. En alles wat we bedenken, maar we moeten nog steeds wel goed product hebben. Dat is uiteindelijk het belangrijkste.